vrouwen. Corinne Spier, applaus voor haar. Schoonheidskoningin. Heel lang al, maar het begon allemaal Miss World 1959. Ik weet niet of jij die beelden onlangs nog gezien hebt of ooit gezien hebt. We hebben ze voor je opgeduikeld. Hier komt het aan, het beeld. En let vooral even op het commentaar. Dat is heel leuk, dames en heren. In hun allermooiste avondjurken paradeerden ze langs een uiterst deskundige jury. 37 knappe meisjes uit alle delen van de aardbol die allemaal dolgraag Miss Wereld wilden worden. De strijd speelde zich af in Londen. Corinne Roodschever uit Amsterdam startte als outsider. Ze was maar een invalster. In de tweede ronde hadden de avondtoiletten plaats gemaakt voor badpakken en toen bleek dat er ook fotografen uit alle delen van de wereld waren. Miss Verenigd Koninkrijk en Thelwell uit Noord-Engeland moest genoegen nemen met de vierde plaats. Miss Israël, die als derde eindigde, is soldaat in het leger. Ze had toestemming om hierin buiten model te verschijnen. Maria Rossell, een van de bezienswaardigheden van Peru, kreeg de tweede prijs. Tot grote vreugde van alles wat Nederlands was, ging onze Corinne Roodschever op het laatste rechte stuk al haar concurrenten voorbij. Behalve de attributen die bij een kroning horen, hield Corinne aan dit avondje een prijs van 5000 gulden in contanten over en een autootje waarvan de benzinerekening over de eerste 16.000 kilometer al betaald is. En dat is lang niet mis. En daar zit ze. Ja, dat is leuk om te zien. Hey, de eerste benzine vrij voor de eerste 16.000 kilometer, moest je dat in één keer afnemen? Ja, nee, er was nog iets heel anders. Ik moest dat autootje mee naar Nederland krijgen. Dit was in Londen. En daar had ik absoluut geen geld voor. Ik kon het niet, importeren. Ik had geen centen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de benzinebonnen verkocht. Het geld opgestreken en het autootje daar gelaten. En zo gaan ze dus met de Miss World anno 1959. Ja. Daarnaast Frans Molenaar. Een couturier die onderscheidt zich echt natuurlijk met zijn collectie. Maar het lijkt me ook heel erg belangrijk wie die kleren uiteindelijk voor je showen.